Nou ja, we hebben eigenlijk, omdat juist de impact van corona zeker enorm zwaar was voor ondernemers, hebben we ervoor gekozen om eigenlijk de verlichting ook wat eerder op te hangen. En daarmee eigenlijk al wat eerder dat gezellige gevoel weer op te roepen met mensen van oké, die tijd komt er weer aan. 'S Avonds voelt het ook weer wat gezelliger, zeker op zo'n druilerige dag. Als je bijvoorbeeld gisteren, een dag met enorm veel regen, dat het er toch weer wat gezelliger uitziet in het centrum. Gezellig is het zeker, maar de lichtjes hebben nog een andere functie. Onderzoek heeft trouwens ook al aangetoond dat mensen die in een winkelstraat lopen waar sfeerverlichting is, zich ook prettiger, veiliger en gemakkelijker gedragen. En daarmee draagt het dus ook wel bij aan eigenlijk meer bestedingen eigenlijk in de winkelstraat. Dus het is maar ook aan een gevoel van veiligheid. Ja. Maar voordat alle winkelstraten verlicht zijn, moet er nog wel wat gebeuren. Zeer grote operatie. Een hoop van tevoren een hoop regelwerk. Dus in verband met ontheffingen. Want je moet natuurlijk in het centrum kunnen zijn met een hoogwerk en met een vrachtwagen of met een busje bij wijze van. Dus het is wel van tevoren veel planwerk en veel, een grote logistieke operatie. Ja, je moet echt wel denken dat het 2 weken duurt voordat alles hangt. Het zijn 195 overspanningen, ruim 256.000 lampjes hebben we wel eens geteld. Een paar kilometer boomverlichting als het gaat over de bomen en de oude gracht en ruim 100 verlichte boomballen. En dan schrik je. Als opeens je hoogwerker ermee ophaalt. Op dat moment wel even, ja. Dan moeten een hoop dingen weer geregeld worden. Dus die jongens zijn meteen weer teruggereden. En waarschijnlijk pas morgen kunnen ze weer hier weer terecht.